Wat niet waar hoeft te zijn dus. Ja, natuurlijk. Maar dat is toch een van onze pijlers voor het verkrijgen van objectieve werkelijkheid. Dus wie is ons dan? Ons ben jij als wetenschapper, zou ik maar zeggen. Oh nee, iedereen. Maar er zijn heel veel mensen die vinden dat er wel een objectieve werkelijkheid en objectieve waarheid is. Ja, dat is prima. En dat zoeken ze dan ook heel sterk. Ja. Maar vinden zullen ze niet, zegt u in feite. Nou, ze zoeken het bij elkaar. Dat is wat zij zegt. Ze zoeken het bij elkaar. Ideaal voor populistische politici. Ja, zeker. Nou ja, en je ziet daar op die manier bijvoorbeeld ook angstpsychoses ontstaan. Of rond Weesp bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dat, bedoel, met die bedreiging van die school, ja, door die twee jongetjes. Wat natuurlijk best wel een concrete aanleiding was. Dus ja. Helemaal niet om dat weg te werken. Maar ja, vervolgens gaat iedereen elkaar van alles aanpraten. En inderdaad creëren ze eigenlijk een soort werkelijkheid. Ja. Dat de jongens met maskers rondliepen of wat ik veel. Wat voor allemaal voor dingen die zich zouden hebben laten inspireren door de Joker, geloof ik, ja. Die film. Dus dan creëer je eigenlijk een soort beeld, een soort moral panic. En zo zal het ongeveer wel zijn. Ja. Ik ga niet zeggen dat dat allemaal onzin is. Dat zijn gewoon reële processen. Mm-hmm. Maar komt dat ook uit een bepaalde behoefte voort dan? Nou, die heeft hij heel goed aangegeven net. De behoefte om een zekerheid te creëren om je heen. Ja. En naarmate de omgeving onzekerder is, zal die behoefte toenemen. Maar ja, een samenleving, ik bedoel, ik twijfel over heel veel dingen. Ja. Maar dit klinkt alsof je de twijfel wilt uitroeien, wilt elimineren. Ja, nou, het is niet iedereen gegeven om aan heel veel te twijfelen. Het is ook best wel een aardige opgave. En je wordt er ook gelukkig vergis van als je het niet doet. Ja. Als je kiest voor één levensdoel of één levensmanier of een geloof, dat geeft enorm veel rust. Mensen, zekerheid. Ja, zekerheid. Dan word je echt een rustiger mens. Van niet zozeer leuker, maar wel gelukkiger. Twijfelen kost heel veel energie. En het is heel onzeker eigenlijk altijd. Ja. Ik vind ook dat je dat mensen niet zozeer kwalijk moet nemen. Wat ik kwalijker vind, is eigenlijk ook een beetje een psychologische neiging om altijd een schuldige te zoeken. Dus het zonderbokmechanisme. Ja, het zonderbokmechanisme. Vreselijk. Dat is natuurlijk een hele grote. Maar blijkbaar kunnen we niet zonder. Maar dat, op dat punt vind ik wel dat je cultuurkritiek kan hebben. Ik denk dat we daarin namelijk wel verder zijn afgegleden. Wij kunnen eigenlijk het lot niet meer accepteren. We zijn eigenlijk niet meer bereid om te zeggen, het is zo gelopen. Nee. Dus ik moet daarmee. Maar kunt u dat nog wat concreter maken voor mij en de mensen hier? Ja. Bijvoorbeeld, u noemde net al Weesp, maar met een aantal ook wel bepaalde crisisachtige situaties. Of als de stoeptegel verkeerd lag en je breekt je been, dan wordt de overheid daarvoor aansprakelijk gesteld of zo. Je kan ook gewoon zeggen, dat is gewoon mij overkomen. Dit is een beetje een te klein voorbeeld misschien. De trap in Utrecht vond ik eigenlijk wel zo'n voorbeeld. Die trap die donderde naar beneden. Ja. Heel erg natuurlijk, hè? Geen misverstand. Maar toch kun je ook vervolgens de vraag stellen, mag je niet ook van mensen enigszins verwachten dat ze zelf bekijken of zo'n situatie eigenlijk wel fijn is? Welke voorbeelden hebt u daarvan, Michael? Nou ja, kijk, dit is een heel duidelijk menselijk proces waarbij als er iets negatiefs met ons gebeurt, dan zoeken we vaak de oorzaak buiten onszelf. Als er iets positiefs gebeurt, dan zijn we heel snel geneigd om te zeggen, nou, dat komt omdat ik zo goed ben of zo. Dus dat wordt in de psychologie de fundamentele attributiefout genoemd. Dat is denk ik ondertussen een redelijk gangbare term in heel veel huishoudens. Mensen zijn geneigd. Ook in de Tweede Kamer zou het volgens mij. Net als de cognitieve dissonantie, zeg maar. Dat zijn toch, weet ik niet hoor, maar ik ben natuurlijk ook een beetje gedeformeerd door mijn beroep. Maar mensen zijn vaak geneigd om vooral niet de schuld bij zichzelf te zoeken in ieder geval. Ja. En ook bij niet zozeer, punt 1 buiten zichzelf, punt 2 bij een bepaalde groep buiten zichzelf. Bij een groep die het minst dicht bij zichzelf staat, zou ik zeggen. Bij een zondebok, zou ik maar zeggen. Ja. Dan kom je dus eigenlijk uit, meneer Boutelier, bij uw, volgens mij was het uw laatste boek, over de veiligheidsutopie. Eigenlijk de maakbaarheid van de samenleving. Wij accepteren niet meer dat er fouten worden gemaakt. Ja, ja. Nee, nou, dat was inderdaad wel een van de redenen om dat boek te schrijven en ook die titel te kiezen. Er zat nog wel een iets diepere laag in. Ja, maar ik ben ook wat minder. Nou, kijk, we hebben natuurlijk ook wel een samenleving die een zekere onbegrensdheid heeft. Hè? En vandaar het ook een soort levensstijl, wat ik een vitalistische levensstijl heb genoemd. Met heel veel positieve kanten. Mm-hmm. Maar die ook regelmatig eigenlijk volledig uit de bocht gaat. En een zekere onbegrensdheid. Ja, maak dat eens concreet. Nou ja, kijk naar het drinkgedrag. Het alcoholgebruik is, vind ik, min of meer absurd geworden. In het uitgaansleven. Dat is, en de wijze waarop daarmee
over wordt gepraat of zo, dat is eigenlijk niet zomaar iets leuks. Dat, hè, en lekker even uit de hand lopen of zo. Mm-hmm. Maar dat is een soort opdracht geworden of zo. Ja. Er zit iets onbegrensd. Nou, het is een soort systeem dat je dan van maandag tot vrijdag keihard moet werken. En dan in het weekend mag je heel veel zuipen. En dan is dat een soort slaap. Maar het is ook een norm geworden. Het is de norm dan maar, om heel veel te zuipen. Het is een opdracht geworden. Ja. Ja. Nou, dat is die onbegrensdheid waar ik het over. Wij hebben dus een samenleving die in plaats van dit zo... In plaats van verticaal horizontaal, ja. Dat levert een bepaalde onbegrensdheid op. Mm-hmm. En dat... Ja, geeft gelijk het gevoel van God, ik wil ook beschermd worden. En dat bedoelde ik met die veiligheidsutopie. Het verlangen eigenlijk naar maximale vrijheid en maximale bescherming. En dat is natuurlijk een terwijl het dus in feite onveiligheid creëert. Tegenstelling in, ja. Dus je opent eigenlijk alle mogelijkheden. Hè. We willen avontuurlijk reizen in een airconditioned bus. Ja. Snap je? Uitbundig leven, beschermd door de politie. Dat is wat ik met die veiligheidsutopie heb bedoeld. Het is eigenlijk een diagnose van onze cultuur. Een rare spagaat eigenlijk. Ja. Veiligheid en dat vitalisme, zoals ik dat heb genoemd, eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille zijn. En kunnen we daar nog uitkomen? Ja. Nou, eerst u nog kort. Nou, u begint, dan geef ik even het woord aan Michael Vliet. Nee hoor. U noemde ook dus de doorgeschoten individualisering. Nou, in feite dat de samenleving niet meer verticaal, maar horizontaal georganiseerd is. Mondialisering speelt natuurlijk een rol. We weten alles, we horen alles. Ja. Alles zit dichtbij. Ja. Dus we willen ook misschien homogener zijn. Ja. Ja. Als je dat bij elkaar optelt, denk ik dat we niet meer teruggaan. Terug kunnen. Nou, ik denk dat we... Of is het te somber? Het pad terug niet meer herkennen misschien. Maar individualisering wordt vaak gezegd dat iedereen dan maar op zich als individu leeft... zonder zich rekenschap te geven van de mensen om hen heen. Maar het individualisme is een westerse ontwikkeling... Die gewoon zegt hoe wij met elkaar moeten omgaan. Dat persoonlijk gewin helemaal niet zo gek is. Dat persoonlijke successen... Dat mensen daar trots op mogen zijn en dergelijke. Het is een manier van omgaan met elkaar... Mm-hmm. Die anders is dan bijvoorbeeld in Oosterse... meer collectivistische culturen. Maar het is en blijft nog steeds een stelsel... van een groep mensen, het Westen, die heeft bepaald hoe je met elkaar om moet gaan. Dus het is normatief. Ook in een individualistische samenleving houden we ons zelfs heel sterk aan de normen die in onze omgeving zijn. Maar dat zien we niet meer, omdat we zo denken dat we een individu zijn. Ja, maar... en er zou een schepje bovenop kunnen. Ja. Door? Nou ja, ik zie dat, ik herken dat ook wel. Hè, dat je in bijvoorbeeld op scholen of in wijken is men ook meer bezig eigenlijk zichzelf eigenlijk weer wat meer normatief te ontdekken. Als ik een voorbeeld mag geven, het Grote Parkbad moest een tijdje, 2 jaar geleden of zo, gesloten worden. Want daar liepen die jongens te veel te kloten. Wat ze s'avonds op televisie, op internet zaten, dus deden ze ook overdag bij die meisjes. Dus dat kon gewoon niet. Mm-hmm. Het was dus een onhoudbare situatie geworden. Dus een vrij ernstige zaak, hè. Publieke voorziening als een zwembad die gesloten moet worden. Ja. Vervolgens is dat eigenlijk dat hele normatieve regime, noem ik het even. Dus de normen en waarden, om het zo maar even. Is volledig opnieuw eigenlijk uitgevonden. Dus er zijn regels gesteld, een handhavingsregime. Ja. Er zijn een aantal van die jongens die kregen een geel hesje om. Service stond erop. Hè, dus die moesten hun leeftijdgenoten corrigeren. Dus dat is een soort normatieve heruitvinding van ze. Hè? En dat zie ik op heel veel plekken. Ja. Gelukt, ja. Dat is gelukt. En ik zie dat op heel veel scholen bijvoorbeeld ook. Dus je ziet, in die zin zie je eigenlijk weer meer het belang van bijvoorbeeld kleinschaligheid. Ja, maar ik zie aan de andere kant landelijke politici bijvoorbeeld die angst cultiveren. Nou ja, ik zie ook, volgens mij zijn er ook media die angst cultiveren. Ja. Nee, nou ja, cultiveren, ja. Er wordt wel flink op gespeculeerd. Dus dat is een behoorlijk gedoe. Ja, een behoorlijke dynamiek rond die angst. Maar het is niet één beweging, zou ik maar zeggen. Ik zie dus ook wel een beweging waarin men eigenlijk weer als het ware meer structuur probeert te realiseren. Meer ordening. Een beperkter. Gewoon beperken. Beperken en daarmee dus ook geborgenheid geven. En niet altijd weer ook maar naar politie en justitie kijken, maar kijken of je op een andere... Maar dat zou dan uiteindelijk als laatste dan bij de overheid gebeuren? Of niet? Dat gaat bottom-up dan, zou ik maar zeggen, of niet? Het gaat van beneden, dat begint een kleine gemeenschap. Je kan niet, omdat je, als je zegt, alles is horizontaal, heel veel verschillende mensen... Ja. Nou ja, ik kan denk het niet van bovenaf komen. Maar ik denk ook van, want volgens mij hebben we ook eigenlijk wel behoefte aan angst als mens. Juist ook omdat het voor in een hoop... Nou ja, dat is zijn verhaal natuurlijk. Je kan eigenlijk niet zonder angst. Hè, want het is natuurlijk wel een prikkel. Prikkel tot overleven. Ja, en het is ook een prikkel. Je voelt je ook dichter bij andere mensen. Mensen trekken naar elkaar toe. Dus als je daar de noodzaak toe voelt, hè, in zo'n liquid society... Dan is één manier vloeibare om... Vloeibare samenleving is dat dan, denk ik? Precies. Vloeibare samenleving. Of in ieder geval een samenleving waarin je weinig cohesie ziet en weinig structuur. Eén manier om structuur te organiseren, of te verkrijgen, is door angst te creëren. Dan trekken
trekken mensen naar elkaar toe. En soms heb ik wel eens het idee dat mensen ook inderdaad een boosdoener zoeken om het daarover te kunnen hebben met z'n allen. Misschien ook wel succes om daar bijna mee af te gaan.